We staan in het Oud Moederhuis. Historisch een opleidingsgebouw voor vroedvrouwen en een gebouw waar vrouwen kwamen bevallen. En dat is tot eind jaren 90 is dat zo geweest. Wat wij doen is altijd op zoek gaan naar ontmoeting. En we hebben met de Academie van Mechelen zijn we gaan samenzitten en hebben gezegd, kijk, wij zijn met welzijn bezig van de mensen en jullie zijn met kunst bezig. En het moment dat kunst en welzijn elkaar kan ontmoeten, dat lijkt ons een wederzijdse bevruchting. Dus zijn we met hun gaan samenzitten en hebben we eigenlijk heel verschillende kunstvormen hangen hierop, staan hier in het gebouw, om een beetje de verwondering te stimuleren, om het gesprek te stimuleren, zodanig dat mensen die kunst hier in het gebouw tegenkomen, dat ze even verbaasd zijn, ah ja, en dat het gesprek op gang komt over die kunst, maar ook een link naar het welzijn van die mensen. Dus welzijn en kunst ontmoet elkaar in het moederhuis. En vandaar Pleisterplaats, zoals het initiatief van vandaag heet, een pleister op een al dan niet houten been, zoals onlangs iemand zei. Ja. Ik heb 40 studenten in mijn klas en ik heb er hier 9 gekozen. En dat is puur op het buikgevoel. Ik heb 9 mensen gekozen waarvan ik dacht dat die hun werk heel hard tot hun recht zou komen in dit oud moederhuis. Er is geen verband. Iedereen werkt op een persoonlijke wijze in mijn atelier. Maar natuurlijk heb ik allemaal kleine groepjes van werken gecreëerd die dan onderling wel een verband hebben. En bijvoorbeeld Angela, die, een van mijn studenten, die werkt heel veel met portretten en met mensen. En ik vond het ook heel toepasselijk om dat hier te hangen.